Ik kom eens uit voor de 43:10 over. Het ruikt niet over een OC alweer. OC? Weet jij dat trouwens? Nee, volgens mij niet. Ja, ik zie een tractor rijden op Blokpark met een bord voorop. Ja. Geen overdreven toeteren, dus ik ga hem even een stopteken geven. Waar is het nou? Ja, deze persoon die stond eerder ook al bij HB te toeteren. Een beetje aandachtsgeld, denk ik. Ja, ik ga hem een stopteken geven bij Blokkenpark. Ik zie hem nou voor me rijden. Is het nou assistentie voor geweest? Ja, het is zo te zien een John Deere trekker. Nou, maar had u een extra collega gewild? Ja, doe maar wel voor de zekerheid, want er staat nog een witte BMW ernaast en die doet volgens mij ook mee. Vernomen, ja. OC aan het liever? Nee, kom eens uit. Geef bericht. Zou het plaats doen bij het 43:10 even met een trekker met protestborden? Ja, nog 9 zijn rijdend. Dank u wel. Rij maar door. Liever 09 uit. Liever 12 straks af. Hij staat stil tegenover Blokpark. User disconnected from your channel. Ja, is goed. Hoe lekker druk die drie mensen hier hoor. Hallo jonge dame. Ik ben even met u bezig. Ja. Dat getoeter, waar is dat voor nodig? Ja, protesteren. Neem je zelf dan. Ik ben gestoord. Ja, ik zie het. Ik zie het. Heb je daar wel een vergunning voor aangevraagd? Om zo ja, natuurlijk meneer. We mogen gewoon protesteren. Het is een vrij land, hè? Mag ik even uw rijbewijs even zien? En nu, ja, natuurlijk meneer, komt eraan. Kijk, toppie. Hiro, alstublieft. Ja, ik zie het. De politie weet tevens niet dat er geprotesteerd wordt, werd. Ik ga gewoon een procesverbaal uitschrijven voor illegaal protesteren. Ja, als jij dat even wil doen, dan ga ik even kijken naar de heren. Ja. Je gaat van mij wel een procesverbaal krijgen voor het illegaal protesteren. Nou, dat vind ik nou een beetje onzin. Niet echt waar. Dan moet je dat volgende keer even aankondigen. Kom met P. Dat is zeker, maar je moet het wel van tevoren aankondigen. Ja, dat vind ik een beetje bullshit. Die vieze homo's van het milieu die mogen alles wel. Maar wanneer ik in de trekker rondrijd met tekst in de. Ja, maar die kondigen het aan. Ja, mijn dikke reet. Denk ik niet, hè? Het is die druk nou, meneer, denk je dat ik een wapen bij me heb? Ik zie Wat al die agenten? Meneer, wilt u even weggaan met de camera? We zijn even met ons werk even bezig. Meneer, hij mag gewoon foto's maken, hè? Ik maak foto's op de afstand, ik ben journalist. Ik mag hier, het is toch een openbare weg? Dan mag die daar bij die rode auto staan, meneer. Echt, we zijn even hier gewoon met ons werk bezig. Echt jongens, jullie zijn echt hoeren, hè? Echt waar voor de regering, hè? Echt gadverdamme, hè? Een beetje lopen mekkeren allemaal, hè? Ik word een beetje zat. Nou, ik krijg die ID sowieso weer terug, want die heeft geen overstaande boetes en zo. Als goed is, heeft mijn collega een boete aan u gegeven. Oh, ja, die is uitgeschreven. Toppie. Oh nee, dan gaan we even betalen. Zo. Hartstikke mooi. Die binnen lacht aan de zee. Heb je je dekker dan weer teruggekregen, of niet? Ja, ja. Achtervolging, scooter, Q-park. Nou, dan mag je weg weer volgen, maar ga even terug naar je boerderij toe, denk ik. Locatie. Ja, collega, wat doen we met dat bord eigenlijk? Nou, die mag hij er thuis afhalen. Ja, ik vind dat hij dat nu misschien even eraf kan halen, want... ja, dat kan niet, meneer. Die wat age is voor de hoeren, weet je, dat ja, weet je, daar ga je niet mee over straat rijden.
En tevens is de verlichting ook niet zichtbaar op dit moment. Nee, ook dat. Dus als die dit ter plekke eraf kunt halen, zou dat mooi zijn. Ja, dat kan niet, meneer. Die zit heel stevig vast en heeft niets van mij gedaan. Ik heb net inderdaad even gekeken, die kun je ter plekke niet eraf halen. Oké. Dus die moet hij thuis even gelijk eraf halen. Ja, maar als je dat belooft, meneer, dat volging... thuis even de persoon vlucht, Q-park. Komt goed. Het gaat om een... Oké, ondanks dit, fijne dag. Challenger. Dank u wel. Je hebt een OC doorgeven dat we onderweg zijn? Jazeker. OC, de 4309 en de 4305 sluiten zich aan bij de achtervolging, over. Hij negeert zo te zien het stopteken, inderdaad. Ja, dat komt omdat hij voor een rood stoplicht staat. En voor hem staat een auto. Laat hem je anders volgen hier naar rechts. En dan parkeertrein op achter de UWV. Oh, is. Het persoon omver. Ja, want doorrijden. Crash. Eigen domme schuld. Oké, blok maar. Ik heb voertuig geblokt. Meneer, je mag even weggaan. Zit het geen openbaar terrein, hè? Zolang ik jou vorder om hier weg te gaan, even niet, nee. Maar dit is toch gewoon open terrein, man? Mag je gewoon komen? Het is open terrein totdat iemand jou vordert hier weg te gaan. En bij deze heb ik dat nou gedaan? Ja, kan niet, man. Iemand staat op mijn motor. Dan moet hij er even vanaf komen. Ja, als je dat niet doet, hè. Dan kan ik moeilijk bewegen. Nee, mag even van de BMW afkomen. Hier is mijn auto. Dit is mijn auto, meneer. Nou, dan kunnen wij wel even natrekken of dat zo is. Ja, dat is echt zo. Dat is een vriend van mij, hè. We gaan er wel van door. Zijn auto. Karre. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er daarvoor gebeurd is. Dus als je gewoon even uitstappen en even mee wil werken. Kijk, weet je, dat praat toch wel even wat makkelijker. Ja. Nou, collega, je mag het... Ik heb nu mijn rijbewijs zien. Je mag mijn rijbewijs zien. Alsjeblieft. Het is in orde. Nee, ga ik een bekeuring geven voor een heer stopteken. Dat is verbale uitschrijving. Wat is uw verklaring? Ja, ik voel me geïntimideerd. Oké, als dat uw verklaring is, dan schrijf ik dat zo op. Boete bedraagt €200, deze schrijf ik dan nu uit. Dan ga ik ook nog even uw rijwijs controleren in het systeem. Nou, collega, wij kunnen we afkoppelen. OC voor de 05 en de 09, hoor. De 05 en de 09 gaan staan meteen over. Waar komt hier een speler naar mij toe? Dat is een speler, ja.
gehaaid. Of nee, hij is een NPC. Nee joh, hij loopt als een debiel. Nu stopt hij weer, loopt hij weer. Ja, spreek jij hem aan? Even kijken of alles goed met hem gaat. Ah, laat maar even kijken wat hij doet. Ja, hij gaat wel elke keer stoppen. Ik ga vragen of alles goed met hem gaat. Ah, hij rent weer. Ja, ze spelen, oké. Okay. Hij kwam uit deze auto, hè? Ja. Deze scanner. Oké, ik vind dat hij te scheef geparkeerd staat. Ik denk dat ik me verdekte opstellen even verderop bij het stoplicht. Ja, dat kan. Kijk of hij terugkomt. Ja. Deze auto heeft hij sowieso gestolen. Ja, maar niet uit. Ja, hij komt alweer terug. Oh, hij rijdt de andere kant op. Ja, ja, hij is de Sjaak. Ga maar nou, of niet? Hij is aan het verstoppen achter de heg. Ik zie hem rennen. Ik ga je achter het muurtje staan, even kijken wat ik ga. Hij is hier. Spreek jij hem aan of niet? Eigenlijk ja. Heeft hij een gestolen voertuig gereden. Ik sta hier achter het muurtje. Hallo. Hele goede dag meneer. Hallo. Ja, wij zagen dat u net aankwam rijden in die auto die erachter geparkeerd staat. En onze belder ging af dat hij ja, daar kwam je toch echt net mee aanrijden. Ik heb helemaal geen auto. Waarom kom je ik dan in een auto? Ik ga daar een beetje bellen over die gestolen voertuig. Ik heb wel voor een auto. Waarom komt hij dan in een auto aanrijden als je geen auto heeft? Weet ik niet, maar ik heb helemaal geen auto. Maar ik moet naar het werk. Hij mag heel even hier blijven staan. Oh. Kun je eventjes naar mij toe komen? Moment, ik ga vandaag mijn BFB bellen over gestolen voertuig dat hij weg kan slepen. Zal ik het niet? Nee, wacht even. Kom eerst even naar mij, ik hem even identificeren. Mijn collega is onderweg, die komt u even identificeren. Oké. Okay. Oh, ik dacht, hoe ga ik mijn telefoon af? Maar het zou gebeuren. Ik ben onderweg, collega. Ja, is genomen. Een hele goeiemiddag. Hey, goeiedag collega. Goeiedag. Is dit de persoon die in die auto reed net bij het UWV? Ik heb helemaal geen auto. Ja, dat is hem ja. Ja, dat is hem, want hij kwam uit die voertuig uitstappen. Maar ik heb helemaal geen auto. Meneer, ik zag je duidelijk uit die voertuig uitstappen, dus... Ja, maar ik heb geen auto. Meneer, bent u bij deze niet tot antwoorden verplicht en heeft recht op een raadsman, maar waarom rijdt u in een gestolen voertuig? Ik heb helemaal geen auto. U heeft er geen, maar u reed net wel in een auto. Ja, dat komt omdat ik geen auto heb. Heeft u überhaupt wel een rijbewijs? Ja. Dat u die dan even laat tonen? Ja. Oké, rijbewijs heeft u wel, collega? Oké, prima. Top, krijg je hem weer terug, alsjeblieft. Oh, je bent bij deze wel aangehouden voor het rijden in een gestolen voertuig. Drugsverkoop, Ik ga daarin, ja. Nogmaals, je bent verder niet tot antwoorden verplicht. En u heeft recht op een raadsman. Wilt u daar gebruik van maken? Nee. Ik ga naar de drugs verkopen, Kevin. Ja, verdomme. Kijk of ik hem ook in het kar kan houden. Hoop ik wel. Ja, of je moet hem gewoon een boete geven van gestolen voertuig, maar...
Nou, ik zag hem ook echt uit die auto komen, dus neem hem maar gewoon mee. Ja, hij krijgt hem ook gewoon. Nou, ik ben op de melding aangekomen. Even kijken, ik ga hier even alles... schoonmaken. Nee, hoe noem je dat ook weer? Kam of zo? Geen idee. Nou, we hebben bus gesloten. Oh, lekker dan. Goed, ik ga u uit het voertuig halen, pas op uw hoofd. Au. Oh. Kijk, ik heb niemand meer aangetroffen. Hoe is de situatie bij jou? Ik loop nou het HB in. Goed, ik ga even een bekeuringje uitschrijven. Oh. Daar heb ik helemaal geen geld voor. Nou, je moet het bedenken voor een auto geen geld, hè? Denk ik, godverdomme, een nieuw karakter aan te maken. Heb ik het probleem dat ik geen auto heb. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Oh. Oké, okay, boetebedrag betraagt 800 euro. Ik heb daar weer een status 1. Nou, betalen maar dan. Ik zie dat u verder geen openstaande boetes heeft. Helemaal nee, mooi. Ik woon hier net. Goed, dan heeft u verder nog een gevangenisstraf van 5 maanden en die mag je hier uitzitten. En dan, wordt u daarna weer vrijgelaten. Oké. Okay. Heeft u nog vragen? Ja. Krijg ik ook wat te eten of hoe zit dat hier? Dat krijg je van mij. Oké, okay, mooi. Zo, dankjewel. Ah, alsjeblieft. Dan kom ik je straks weer ophalen, ja? Komt er helemaal dood? Ja, wat mag er nou uit? Ah, oké. Okay. Goed, ik heb goed nieuws. Je mag gaan. Mooi. Moet je zeggen, ik vind die T6 vind ik best wel lekker rijden. Goed, ik hoop dat u voortaan twee keer nadenkt voordat u zomaar een auto meeneemt, zeg maar. Hè? Heeft u geen auto voor mij? Ik heb voor u geen auto, nee. Ik ben geen car dealer. Oh. Ik heb ze ook nog niet gevonden. Ze zijn er nooit. Heeft ze nog niet gevonden? Nee. Dan kom ik daar aan, dan zijn ze altijd kwijt. Maar ze zijn toch echt in de stad, hoor, meneer? Oh. Goed, dan wens ik u ondanks dit toch een fijne dag toe. En ik hoop je op deze manier niet meer tegen te komen. Yes? 47 en... Ja, klopt. 40. Ja, klopt. Nou, lekker spraakzaam. Joejoe. Hij rijdt weer in een gestolen voertuig. Nee, kijk eens, ik heb een auto. Nee, hij heeft hem gekocht. Oh, netjes. Leuk dat hij dat heeft. Een hele goede dag. Hallo, kijk, is mijn auto. Ja, is dat uw auto? Ja, kijk maar na. Zullen we ze even natrekken dan voor de zekerheid? Ja. Rip, gejat. Lima X-Ray Alpha 401. Ik zal ze even ja, kijken. Dan maar we niet je zo zeg dat je even moet springen. Ja, erom dat kan rijden.
Ik kom er ook wel even gezellig bij zijn. De heer Jan Jansen, inderdaad, ik zie het. Gefeliciteerd met uw aankoop. Dank u wel. Nou, kijk eens. Kijk eens, helemaal blij is die. Ja, kijk eens collega, we hebben een nieuwe auto gekocht. Oh, hey. Collega, krijg jij het niet koud? Brr, ik vind het best wel frisjes buiten nou. Nee hoor. Sommige collega's die werken, Steven, die krijgen het daar gewoon warm van. Oh, ja, maar ja, weet je... Dus mijn, we staan niet allemaal te snoordrukken zoals jij, hè? Ja, maar verwarming doet het niet in de T6, dus ja, dan maar even trein. Ja, ach ja. Hé, maar ja, leuke bakje wel. Ja, dankjewel. Ja, het voordeel is, je kan hem ook op slot zetten. Hè? En je hebt een kofferbak inhoud. Ja, en ik word niet steeds aangehouden. Dat is zeker waar. Nou, we kunnen je wel staande houden als je door rood rijdt. Maar hopelijk doe je dat niet. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, dat gaan we niet doen. Kijk, je bent verstandig bezig. Ik hoop dat u bedoelt dat u niet door rood gaat rijden. Ja. Gelukkig. Ja. Nou, zou ik het anders dan? Ja, ik weet het allemaal niet meer. Nee, dat mag niet. Nou. Je deur staat open, collega. Ik doe hem even dicht. Op mijn advies is die dicht. Maar je mag hem dicht doen. Zo, hij is dicht. Fijne dag. Hey, veel plezier, hè. Veilig kilometers. Wie was het? Basgas. Oh, Hendrix is neergeschoten. Het was door zijn kop. Ja. Ja. En ik ben van de weg af gebeukt. Blauwe Audi gestolen bij de ABB. Achtervolging ingezet. Ja, ik zit er vlak achter met de BMW. Het is weer die Chris, hè? Ik zo. Dat is GTA Drive Style. Dat is fucking bannable. Ik zit er maar zo zacht. Netjes, wieren. Als je auto rookt, dat is mooi, dus nog één keer rammen, dan is het kapot. Ja, ik zie niks meer, ik heb Citybug. Ja, het zit er maar zo zacht. Kijk weer om. Zo! Sorry! Ja, mooi. Kijk, ik heb hem. Hij rent er vanop. Oké, pak weer een andere auto. Staan blijven! Ja? Staan blijven! Bij deze ja, jullie! Knielen! Jullie rol, hoe knielen. Doe je dat? / K in de chat. Welke verdachte beweging wordt er schot gelost, meneer? Deze bent u aangehouden wegens meerdere malen voertuigdiefstal. U heeft recht op een raadsman. U bent, goed, de rest kun je zelf maar invullen. U hebt recht op een raadsman als u die wilt. Als u die niet kunt betalen, dan krijgt u een van het OM toegewezen.